Op de satellietfoto zien we vanochtend veel bewolking boven ons land. Daaruit valt soms ook wat lichte regen of motregen, maar in de loop van de dag dan wordt het geleidelijk aan wat beter. Vanochtend daardoor ook op sommige plaatsen nog slecht zicht. Vooral in het noorden van het land kan het op sommige plaatsen mistig zijn. In het oost- en zuidoosten van het land is het echt nog bewolkt, met soms dus regen of motregen. Maar vanmiddag breekt vanuit het noordwesten de zon door. Wordt het overal droog en kan de temperatuur uiteindelijk oplopen naar zo'n 19 tot lokaal 22 graden, met daarbij een matige westenwind. Vanavond zijn er brede opklaringen, maar de temperatuur die daalt niet heel snel. Op de koudste plaatsen ligt het kwik vanavond rond de graad of 16 en komende nacht koelt het af naar graad of 8. Morgen dan is het wisselend bewolkt. Mogelijk starten we in het zuiden van het land nog met een enkel buitje. Later op de dag is het opnieuw weer droog, en bij veel zon wordt het uiteindelijk zo'n 18 tot 20 graden. Het weekend ziet er nog een stuk rustiger uit met veel meer ruimte voor de zon, weinig wind zaterdag 19 tot 21 graden en zondag lokaal zelfs zomerse temperaturen. Na het weekend blijft het rustig nazomer weer, maar gaat de temperatuur alweer een klein stukje naar beneden. Ik ben Wilfred Jansen en ik wens u nog een fijne dag.